We staan op de Motorola stand hier op de 6. Motorola heeft een interessant nieuw toestel, de Motorola Backflip. Heet de Backflip omdat die op een andere manier openklapt. En het toetsenbord is eigenlijk altijd beschikbaar. Maar wat echt bijzonder is aan dit Android toestel, dat zit aan de achterkant, dat is een touchpad. En dat touchpad dat, kan je gebruiken om het toestel te besturen, zoals je ziet. Dat touchpad is via een API beschikbaar voor ontwikkelaars, zodat ze het in applicaties kunnen integreren. De telefoon is voorlopig alleen in Noord-Amerika beschikbaar, misschien komt hij ook naar Europa. Draait op Android 2.1, 5 megapixel camera aan boord en voelt goed. En ik ga gewoon op de knoppen drukken. Het is duidelijk een Android toestel, je ziet alle menus voorbij schieten. Werkt erg snel moet ik zeggen. Ik ga even het touchpad proberen. Je ziet, ik ben nu aan de achterkant bezig met bedienen. Er gebeuren allerlei dingen op het scherm. Het toestel reageert echt verschrikkelijk snel. Een ander mooi toestel van Motorola is de Motorola Milestone. Hier wordt hij de Droid genoemd. Het toestel draait op Android 2.0, zit een 5 megapixel camera in met flitser. En in Amerika hebben ze de mogelijkheid om turn-by-turn navigatie aan te zetten via Google. Dat is in Europa helaas nog niet beschikbaar. Verder een heel groot scherm waar je heel mooie DVD-films op kan kijken. En het toestel heeft een QWERTY keyboard, dus je kan altijd makkelijk je gegevens invoeren, e-mails beantwoorden, etc. Het toestel is erg dun zoals je ziet, met een QWERTY keyboard. Even een korte demo van de video. Op het 3.7-inch scherm kan je heel mooie films afspelen. In HD of DVD kwaliteit. Dus altijd een filmmoment bij de hand.